Yo gasten, mijn naam is Govert en welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Laat even, voordat jullie deze video kijken, even een duimpje omhoog op deze video. En natuurlijk een reactie wat jullie nou van deze video gaan vinden. Het is misschien een leuke reactie, misschien een minder leuke reactie. Maar dat mag je straks zelf gaan bepalen aan de hand van wat je hebt gehoord, wat ik nu ga zeggen. Mijn ouders hebben altijd verteld, als jij een keer wordt opgepakt door de politie, dan is het over met YouTube. En dan moet je ermee stoppen. En dan bedoel ik, het is niet dat als ik mijn fietslicht verkeerd, als ik naar school ga, bijvoorbeeld niet aan heb, dat ik dan met YouTube moet stoppen, want dat slaat ook nergens op. Maar ik bedoel, als ik iets voor YouTube doe, bijvoorbeeld een verlaten gebouw in, bijvoorbeeld ergens overnacht waar het niet mag, dan moet je stoppen. En afgelopen vrijdag ben ik helaas opgepakt door de politie met 3 andere jongens. En het was echt een hele heftige boel. Ik ga het straks allemaal vertellen. Maar het komt er nu op neer, dat wil ik eerst even meedelen, dat ik moet stoppen met YouTube. En dit vind ik echt flink kut. Ik vind namelijk YouTube heel leuk altijd om te doen. Maar nu moet ik dan toch echt gewoon stoppen. En dit is dus ook mijn laatste video die ik ga uploaden. Dat moest ik even gezegd hebben. Nee, natuurlijk niet. Ik ga niet stoppen met YouTube. Dat is flink gelul. Wel ben ik opgepakt en dat ga ik nu ook even vertellen. Maar niemand kan mij laten stoppen met iets wat ik doe. Ik bedoel, als ik dit leuk vind, dan ben ik een vrij persoon. Ik bedoel, iedereen is geboren. Iedereen heeft evenveel rechten. Ik geloof niet dat iemand anders jou iets kan verbieden of kan verplichten. Dus als ik door wil gaan, dan ga ik door. En voor jullie zou ik dus altijd wel video's blijven maken, zolang ik het persoonlijk gewoon nog leuk vind. Maar zoals ik net al zei, wel ben ik opgepakt. En dat is wel flink kloten. Ondertussen kan ik trouwens even vertellen. Ik heb nieuw achtergrond, nieuw microfoon, nieuwe camera. Ik heb lichten van een aantal honderd euro. Ik heb wat aangeschaft om voor Eldux te verbeteren. Ik wou eigenlijk sinds deze zondag wel gewoon die verbeterde video's zeg maar gaan invoeren. Dus vanaf deze zondag eigenlijk een soort van nieuw seizoen van Eldux beginnen. Toch wil ik eerst even deze video gaan maken en dan pas komen die video's. Want dit moest ik gewoon even melden. Want het heeft wel een klein beetje invloed op Eldux. Ik ga er niet mee stoppen, maar het zal wel iets een klein beetje verminderen of misschien wel stoppen. Daar kom ik straks op terug. Ik denk dat ik gewoon even vanaf het begin ga vertellen. Vrijdagavond gingen wij bij Bob en Jury, 2 vrienden, gingen we even chillen. En Beugen, een dorpje hier langs Boksmeer, ergens in de buurt. En wij waren daar. En na een tijdje gingen wij naar iemand uit onze klas, een meisje. En toen gingen we weer terug naar hun. En ondertussen zagen wij een soort van nieuw bouwhuis. Maar dat was nog in de bouw. Het was dus nog niet klaar, dat huis. Maar die zagen wij. En we staan de hek omheen en zo. En overal waar hek omheen staan, heb ik gewoon echt de nieuwsgierigheid om te kijken van, daar wil ik overheen. En ik wil gewoon kijken wat achter dat hek is, weet je. Dat gevoel dat jij ergens bent waar je niet mag zijn, dat vind ik persoonlijk echt hartstikke gaaf. En dat vind ik gewoon leuk. Zo heeft iedereen zijn eigen dingen die hij leuk vindt of spannend, zeg maar. En dat vind ik zo dingen waar hij niet in mag wel gaan, zeg maar. Dus een soort van inbreek eigenlijk, in verlaten dingen. Maar dit keer was het dus niet verlaten. Het schijnt dus dat er iemand woonde. En dat is nog het kut. Er kan toch niet iemand wonen, dachten wij, in een fucking huis dat nog in de bouw was. Dat is ook zo niet. Er was een barakje op datzelfde erf. En daar sliepen zeg maar een man en een vrouw in. Daar kwamen we later pas op later achter. Maar we gingen dus over dat hek heen. Toen gingen wij in dat huis. Want je kon er gewoon inklimmen. Er stonden nog geen ramen, geen deuren in. Het was gewoon echt alleen maar muren, muren, muren. Alleen maar verdering, weet je al. Palen, stijgers, van alles wat. Je kent het wel. Na een tijdje was er een ladder. Dus we gingen naar de eerste verdieping toe klimmen. En toen was er nog een ladder en daar ging 1 iemand op van de 4. Ik weet niet of ik namen ga noemen, ik denk het maar even gewoon niet. Maar in ieder geval 1 van de 4 die klom naar boven en die zei na een tijdje van, hé, daar is een auto. En toen schrokken we wel heel even. En na een tijdje zei hij zelfs van, het is een politieauto. En dat was redelijk kloot om te horen. Alhoewel ik op dat moment zelf nog niet echt besefte dat het ook daadwerkelijk een politieauto was. Je denkt van, je hoort het is een politieauto en je denkt van, het is een grapje. Want iedereen in zulke situaties maakt wel een grapje. Of hij zal wel doorrijden, maar je denkt altijd, het is niet voor jou. En tot het moment dat je opeens deuren hoort dichtslaan van een auto en dus weet dat hij stilstaat voor het huis waar jij bent. En dan denk je wel van, misschien komt hij toch wel voor ons, zeg maar. Dus wij gingen een tijdje een kamertje in en ons verstoppen in een hoekje. En toen dus even wachten. En toen hoorden wij opeens die 2 politieagenten praten met een derde stem. En die derde stem
Ik dacht dat ik iets hoorde. Maar die derde stem, die kwam dus van beneden. Dat was dus die man die daaronder woonde. En die hoorde ik zo zeggen van, ja, ongeveer 4, 5 jongens die liepen via dat hek zijn ze overheen geklommen. En die liepen zo het huis in. En ja, ik zou ze gewoon pakken als ik jullie was. En nou, die politie is natuurlijk gaan ze ons pakken. Maar ja, die wachten maar en er gebeurde maar niks. Dus wij dachten maar, ja, weet je, we zitten hier lekker verstopt. Ze zien ons niet, die gaan echt niet naar boven. Tenminste, dat hoopten wij. En wij dachten zelfs van, weet je wat, als ze niks zien met een zaklampje van buiten, dan gaan ze mooi weer weg. Totdat, heel spijtig, en dit was echt flink kut om te horen, er kwam nog een auto aanrijden. En die deur ging weer open, die ging weer praten van, ja, ja, ga jij daar staan, ga jij daar staan. Er kwam er nog een auto aan, er stonden inderdaad tegen 3 politieauto's voor het huis. En 6 politieagenten en die man en die vrouw dus. En die stonden overal omsingeld, zeg maar, rondom het huis. Zodat als wij ook maar ergens, zeg maar, wouden ontsnappen. Oh, wow, mijn stem verspring even. Dan hadden ze ons te pakken. Ten tweede stonden bij de politie ook iets van 2 politieagenten. Of bij de onze fietsen bedoel ik. Stonden ook 2 politieagenten. Zodat als wij willen ontsnappen, dan moeten wij natuurlijk naar onze fietsen toe. Die laten we daar niet staan. Nou ja, dan hadden we er gewoon bij geweest. Dus wij nog steeds verstoppen op de eerste verdieping in een kamer in een hoekje. En na een tijdje horen wij nog een auto aankomen. En dat was achteraf een arrestatiebusje met 3 politiehonden erin. En dat was echt kloten. Mijn hart die ging echt niet normaal. Die ging zo snel toen ik dus die honden hoorde blaffen. En iedereen mij keek ook aan van, we are fucking fucked. We zijn gewoon zo hard te lul, dat is niet normaal. En dat waren we ook zeker, want we hoorden die honden blaffen. Na een tijdje hoorden zo iemand schreeuwen, politie! En zoals echt elke politie-serie, zoals CSI, NCIS en al die dingen, weet je gewoon, nou ja, als iemand zegt LAPD of in Nederland politie, ja, dan moet je gewoon je handen omhoog doen en laten zien waar je bent. Zeggen dat je naar beneden komt en zeggen dat je niks doet. Dus wij riepen van, ja, we zijn hier, we komen met onze handen omhoog naar beneden toe. En we hebben hier niks om jullie te verwonden of zo, zeg maar. En dat vindt de politie natuurlijk altijd wel chill om te weten, want alhoewel dat natuurlijk ook nep, want als ik naar beneden, ik had ze natuurlijk allemaal nog kunnen neerschieten. Maar dat hebben we niet gedaan, we hadden geen wapens bij. Maar we zijn dus naar beneden gegaan, van het trappetje af, met onze handen omhoog zijn we naar de politie gelopen. En daar stond dus inderdaad 3 agenten met 3 honden zo, die helemaal wild waren. Die gingen echt, die spaced hem helemaal. En daar omheen nog iets van 10 politieagenten, dat was super ziek. En nou ja, toen moesten wij gaan zitten, moesten wij onze identiteitskaart laten zien. Toen werd die gekopieerd. Eén iemand had identiteitskaart niet bij, dus die moest echt al gegevens invoeren. Een tijdje werd hij niet eens herkend, zeg maar, als een persoon in Beugen. Maar uiteindelijk helemaal wel, dus dat was wel mooi. Toen moest ik mijn tas eraf doen en dat was wel kloten, want ik had bier in mijn tas. Want ik kwam natuurlijk gewoon van een chillpartij of waar ze maar gewoon gaan chillen bij iemand. Maar ja, neem natuurlijk bier mee. Maar dat was wel kloot, want die hadden ze ook nog die hebben ze niet ingenomen, maar die zagen ze, zeg maar. En dat was wel episch. Ik moest mijn tas maar open doen. Eerst legde ik hem gewoon neer en hij zei van, nee, doe jij maar open. Dus ik doe mijn rits open en terwijl ik mijn hand in die tas doe, weet je wel. Hij verwacht natuurlijk, ja, misschien zit er een pakt een wapen of zo. Hij weet niet wat er is. Dus ik zag de politieagent gewoon met zijn hand hier zo bij zijn wapen zitten. En dat was wel een gevoel van, ze nemen het wel serieus. Dus nou ja, ik haalde gewoon wat bierflesjes uit. Mijn muziekboxje had ik, dacht ik, ook nog bij, ja. En hij zei, ja, je weet ook dat illegaal is onder de 18. Ik zo, ja, ik weet het, maar ik mag drinken van mijn ouders. Zei hij, nou, oké, weet je wel, als ik die flesje terug in mijn tas doe, tas weer op mijn rug. Dus dat was verder geen probleem, want ja, wie zijn hun om te zeggen dat je niet mag drinken als het gewoon natuurlijk van je ouders mag. Dus dat was verder geen probleem. Maar we zaten wel echt helemaal te trillen, alle vier. Echt flink bang. En één iemand die wil, zeg maar, later bij de marché, een soort van legeropleiding. Dus die was ook flink bang dat hij dat niet meer kon gaan doen. Maar we hebben we hebben gelukkig geen strafblad gekregen. Wat we wel hebben gekregen, omdat we minderjarig zijn. En we zijn, zeg maar, ja, het is gewoon een officiële inbraak. Omdat we, zeg maar, nog onminderjarig zijn, valt het onder baldadigheid. En dan moet je naar hal toe in plaats van echt naar de gevangenis of jeugdgevangenis of iets. En boete krijgen we denk ik ook niet, maar dat weet ik niet zeker. Want hij had het wel van een bonnetje, maar hij heeft verder niks van een getal genoemd. Dus ik verwacht geen boete, maar ik weet niet 100% zeker. Maar er is nu dus een proces verbaald tegen ons. En die bepaalt, de rechter bepaalt van hoeveel uur wij en wat wij moeten gaan doen om ons lesje te leren. Ja, dit kan invloed hebben op wat voor video's ik ga maken. Want in principe al mijn adrenaline video's, zeg maar, al mijn s'nachts video's waarbij ik ga inbreken, dat zijn zulke soort video's waarvoor ik nu ben opgepakt. Dus daar ga ik denk ik even de komende tijd in verminderen.
ik zeg niet dat ik er helemaal mee ga stoppen, want dat vind ik denk ik wel het leukste om te doen. Dus ik denk dat ik ooit natuurlijk wel weer mee ga beginnen. Maar dan echt alleen maar verlaten plekken en geen dingen die nog opgebouwd moeten worden waar ooit iemand in gaat leven. Want ja, dat merk ik nu, dat kan gewoon niet. Dan word je gewoon 1-2, wordt dan gewoon mooi gebeld. Achteraf heb ik spijt aan de ene kant, aan de andere kant denk ik van ja, ik heb het beleefd en het was op zich wel vet. Klinkt misschien heel raar, maar in principe je zit daar, weet je wel, en je hoort allemaal politie om, je bent omsingeld, je bent echt, je wordt gezien als een fucking crimineel door die politie. Er staan honden te blaffen en ze stonden met een wapen de show toen ik mijn tas opmaakte. Het voelt wel echt aan de ene kant heel vet, aan de andere kant is het gewoon kut, want ik had liever natuurlijk niet naar halt gemoeten straks. En ik had liever ook gewoon van mijn ouders gewoon nog inbraken mogen doen. Dat mag ik waarschijnlijk zoveel tijdje wel weer, maar de komende tijd verwacht ik niet. Het is nog niet echt duidelijk over gehad, maar verwacht ik. Dus ja, in ieder geval, ik hoop dat jullie het een leuk verhaal vonden. Ik hoop dat jullie het niet al te erg vinden dat ik de komende tijd even geen verlaten dingen inga. Ik hoop dat jullie het sowieso wel leuk vinden dat ik allemaal apparatuur heb gekocht om mijn video's te verbeteren. En ja, sorry dat ik niet echt een super vette video had deze week. Maar dit moest ik gewoon even meedelen, want anders denken jullie steeds maar waar blijven die inbraakvideo's? Maar dan weten jullie nu even dat de komende tijd even wat minder wordt. En volgende week sowieso weer een leuke video, volgens mij, op straatinterviews. Of ik ga een prank, kloterij misschien. Die komt sowieso binnen 2-3 weken. Dus Veldax gaat weer goed beginnen dit jaar. Het is even een beetje langzaam op gang gaan begin. Maar het komt weer helemaal goed. Ik ga vette video's weer even maken voor jullie. Excuses voor het ongemak. Ik hoop dat jullie even een like achterlaten op deze video. Zou ik super blij mee zijn. Laat even een reactie achter of jij ooit ook al problemen hebt gehad met de politie. En dan zou ik zeggen, ik ga nu even lekker huilen in bed. En tot de volgende video, jongens. Houdoe. Baby, we all will take believe.